boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe FC25 video op de RTG. We hebben nu, het is nu een road to the knockouts, team 1 en team 2 gaat ook nog stilletjes aankomen. Het is nu vrijdag als ik dit opneem. En road to the knockouts, team 1 is nog altijd in packs. En we gaan stilletjes aan de road to the knockouts, team 2. Geniet van de video en ik check jullie bij de outro. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb 27,2. Let's go. Weer geen walkout. Ik heb Sobosly. Dominic Sobosly. Hoeveel is dat? Oeh, wil ik 81 reden. What the fuck? En Lotte Mende, let's go. Oké, boys and girls. We hebben een 2x75+. Dus ik hoop dat we daar een walkoutje terug uit krijgen. Ah ja, wat ik was daar straks. Ik was in de vorige video vergeten iets af te vinken. Want we hebben onze bingo eigenlijk af. Waar is mijn stift hier? We hebben eigenlijk de walkout vrouw gepakt. Dus ik was dat vergeten af te strepen. Dus nu heb ik dat kunnen afstrepen en mijn bingo is compleet. Oké. 2x75+, let's go. Daar zit in. Geen walkout, CVM, Duits, Bundesliga. Wie zou dat kunnen zijn? Van Bayer Leverkusen, dat is die Andrich zeker, of hoe noemt hem daar? 83 gereden. Ja. En Gabriel Jesus. En dan zet ik die in als spits. Gabriel Jesus. En transfers, er zijn er. Er is al één voltooid, de transfer. Te koop 90. Wauw, ja. En ja, let's go. Oké, boys and girls, het is 7 uur 's avonds op zondag. Zondag. En we gaan eens zien wat de nieuwe SBC's zijn. Dus ja. Let's go! Eens zien wat de nieuwe content is. Ja, nieuwe content. Ik hoop dat er nieuwe content uit is. Hier is al niks bij. Er ben niks bij live en zo. Dus we gaan naar SBC's kijken. En daar zit bij. Geen content precies. De 77 plus dubbel upgrade. Zijn maxima. Een 84 en 87 squad. Voor de rest, Alex Garcia, was die er al? Ik weet dat niet. Voor de rest denk ik niet dat er iets heel goed is. Ik ga proberen een 77 dubbel klaar te zetten. Dus ja. Let's go. Oké, boys and girls, ik ben een draft aan het spelen en ik heb Messi in mijn team van mijn draft. Ik heb Mbappé in mijn team van mijn draft. En nu ga ik proberen met Messi een vrije trap. En hij scoort gewoon. Let's go. Shoo! Messi, let's go. Ja, boys and girls. Ik was daar juist keigoed aan het winnen. En ineens alle progress weg, want Ultimate Team, de servers waren weg in één keer, zilverspelerspeenpakket.
Jones. What the fuck, maat. Ik was zo goed bezig en in één keer de servers weg. Goudpakket. Wat zit in? Geen walkout. CVM. Alvarez. Hopla. Goudpakket, let's go. Tegen heb ik niet de rewards ik wou. Dan heb ik mijn 15k niet uitgehaald. What the fuck, jee. Ik neem mijn God Preview pakket. Geen walkout. Boedje. Prim zilver privépakket. What the fuck, maat. Echt. Oké, boys and girls. Ik heb hier een 77. Dubbel. En wat zit erin? Geen walkout. Spits. Spaans. Serie A. Is het weer Moratatata. Het is Moratatata. En ik heb die al dubbel. Moratatata. Oké, boys en girls, het is dinsdag namiddag. We hebben een goudpakket. Een 2x75 plus. En een 80 plus pakket. Eerst het goudpakket en daar zit in Steven Bergwijn. Al Ittihad speelt hij nu zeker. Al Ittihad. Nicky Hayen. Let's go. Volgende packie. 2x75 plus en daar zit in. Geen walkout. Center mid. Spaans. Liga F. Wie is dat? Van Real Madrid. I don't know. Terre Albalera ziet. Albalera. En Traoré. That's great. Not. Zeldzame gaat het speelspakket 80 plus. Geen walkout. CVM. Almuzdrati denk ik dat dat is. Beziktas. Ja, dat is Almuzdrati denk ik. Dat zeker. Een tardig reden. Let's go. Transfers. Let's go. We gaan dat nog eens opnieuw op gooien. Ze. Let's go. Oké, boys and girls. Het is nu 7 uur en 2 op woensdag. We hebben een 82 plus maal 3. En er zit in. Geen walkout. Centerback. Noors. Liga F, wie de fuck is dat? Van Barcelona, wie de fuck is dat? Engen. Ja. We hebben nu... Jan Tripper kan hij op linksachter. Nee. Nog altijd geen nieuwe linksachter, what the fuck. Oké, boys and girls. Ik heb net managerscarrière gedaan. En we hebben de 2x80 plus. Dus ja, let's go. We zullen zien wat er in de 2x80 plus zit natuurlijk. En erin zit. Geen walkout. CVM. Kolom. Wie is dat? Wie is dat? Chelsea, dat is Caicedo, Moises Caicedo. En Kouassi, let's go. Is dat nu een vrouw? Dat lijkt precies tegen een man. What the fuck. Oké, boys and girls. Het is woensdag 8:30. En we gaan een 15k pakket open doen. Dus, let's go. Wat zit erin? Geen walkout spits. Aubameyang. I mean, it's good. Not bad, but it's also not good.
It's decent. En ik had al dubbel dus. Wie gaan we hier pakken? Mijn dan. Let's go. Oeh, mijn nan wasn't supposed to be tradable. Oké, dat is weird. Wauw, wat een weird glitch, jongen. Nou, wat een glitch, joh. Oei, wat deed ik nou, jongen? Wat een glitch, jongen. Dat ik mijn Jan naar boven deed. Terwijl het eigenlijk niet kon. What the fuck? Ah, het is toch mijn Jan dat in de clip zit, wauw. Aubameyang. Nou, let's go. Wie kan ik... Kan er nog niemand mee vervangen, zeker? Ait Nouri. Ja, kom, ik ga die daar zetten. Dat ik er toch een rare heb staan in plaats van een non-rare. Wacht, kan White, kan die op centerback? Dan zet ik White op centerback. Dan zet ik hier. Waar staat hem hier? Heb ik die ingeleverd? Waarschijnlijk. Dan zet ik daar Trippier neer. Dan zit ik hier. Hopla. En dan gaan we eens zien of er een nieuwe evolutie is. Schittering. Niemand van de Premier League. Let's go. Zo! Oké, boys and girls, we hebben 100 SP verdiend. Dus, wat wil dat zeggen? Dat we een nieuw level hebben in het FC seizoen. En dat we een 5x78 plus hebben. Het is nu donderdag, zoals ik al toen als het is. 5x78 plus, let's go. Dat is het in. Walkout, lekker. Rechts buiten, Engels. Saka? Lekker. Ah nee, toch niet. Wie is dat? Foden! Hohoho, Phil Foden. Komt rechtstreeks in mijn team. Vervangt Madison. Nee, die vervangt Madison sowieso. Sowieso vervangt hij Madison. Phil Foden, what the fuck, maat. Ik dacht dat Saka was. Dat zou die Madison niet mocht gaan, joh. En welkom in de club, Phil Foden. Oké, boys and girls, ik heb net gezien dat we nog eens een objective voltooid hebben van mijlpalen. Ik denk dat we er zelfs 2 voltooid hebben.
500 assists, oké. En dan hebben we nog een assist basis premium. En eerst eigenaarsmeesterschap. We hebben een pakket met twee spelers. Let's go. Hij zult het pakket met twee spelers maar openen. Ik hoop dat we nog in de walkout krijgen. Hier, Pinnock. Die kan op centerback spelen. Ah nee, die kan niet op centerback spelen. Juist omdat ik hem daar vitals aan. Maar deze team is nu waar we mee spelen. Deze is nu het team waar we spelen. Robert Sanchez, Trippier, Ben White, Benjamin White of Ben White, Todibo, Ryan Aitnouri, Richarlison, Camara, Rodriguez. Maar die kaart is weer aangepast precies. Dat was een evolutiekaart. Foden. Bailey, Havertz, en dan de bank, Gold, Renard, Sancho, Martinez, Otamendi, Molina, Ilestedt, Engen zit op de bank samen met Hoylund, Kovacic, Jimenez en Parrot. En nou, ik heb gisteren niet gezien of het SBC dat waren, dus dat gaan we zien. Nee, denk het niet. Ja, just Icon, standaard Icon leenspeurskeuze, maar die gaan we niet doen. We gaan pas een Icon SBC doen als de Icon SBC's er zijn, de volledige. Dan de 77 dubbel, die moet ik nog als favoriet aanvinken. Dan moet ik nog de RTTK aan uitleggen, die aanvinken. Los Celso gaan we niet doen. De ene van de Premier League geloof ik, Diogo Jota, maar die is veel te duur, vind ik persoonlijk, aan het begin van de game. Play of the Month Haaland SBC gaan we niet kunnen doen, denk ik. Ik wacht op een betere SBC van de Premier League. Steven Berghuis, Ali Watt, Alex Garcia, Fran Navarro. Anouto Newman, Angela Sosa, Lo Celso, whatever. Hé, die is nog wel vrij cheap. Hoe lang is die nog? Lo Celso. 5 dagen. En kan die nog wel, ja. We hebben nog wel geen promo gepakt op deze game, maar dat komt nog wel. De Marquee matchups, die moeten we ook nog doen. Ik heb hem 1 voltooid, maar ik denk niet dat we die nog gaan kunnen afmaken. Ja, let's go. Oké, boys en girls, het is nog altijd donderdag 4 uur. En we hebben iets best doelstellingen voltooid. FC seizoen. We hebben de gebundelde beloning en we gaan voor het Ultimate Team pakket natuurlijk. Dus we gaan bij de winkels heen. 2x80+ en daar zit in. Geen walkout, spits. Wie is dat? Boniface? Dat is Boniface. Oeh, dat is goed. Victor de Boniface. En Cristante. Let's go. En we hebben een 77x2, boys and girls. Zoe. Zit hier een walkout in. Linksbuiten, buiten. Spaans. Liga F. Wie gaat het zijn? Iemand van Barcelona misschien? Nee, Real Sociedad.
Nerea Ezagire. Let's go. Shoo, en wahi. Shoo. Nou, boys en girls. We hebben een 2x80+. Het is 8:30 s'avonds. Let's go. Geen walkout. Een ex-winner. Frans. Women's Super League van de Barclays. En wie is het van Chelsea? Ik weet het niet. Oh, Baltimore. Hi. En Klingenberg. Nou, niet goed. Nou, we hebben nog een preview pakket. En daar zit in. Linksachter. Ja, dat is, hoe noemt hem nou weer? Ja, die van Manchester City, ik ken die wel. Guardiola, dat is waar. En we kunnen nog een zilver preview pakket doen. Nou, kut. Oké, boys en girls, het is vrijdag. Goedemorgen. Het is 7:58 en we hebben leenspeler Hung Min Son voor 10 wedstrijden. Maar we gaan die niet gebruiken, denk ik. Hoeveel XP kunnen we vandaag nog vangen? 300. 500. 550. Een seizoensdoelstellingen 550 was 700 950. Dan gaan we naar spelersdoelstellingen of managersdoelstellingen 950, 1250. Daar kunnen we allemaal 1250. We kunnen nog wel wat dingen doen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben de 10x80+. En de volgende pakket dat we kunnen krijgen in 2x81+ is iets. Ja, 2x81+. We zitten nu al aan level 15, niveau 15. Er gewoon wat te spelen bij spelerscarrière. Let's go, 10x80+, let's go. Geen walkout. Linksbuiten, Spaans. Nu een Super League. Dat weet ik niet wie dat is. Arsenal. Dat weet ik niet. Mariona. That's great. We hebben hier een nieuwe linksback. Nee. Dus ja, let's go. Zullen we zien wat er allemaal in de SBC-opslag zit. Misschien dat we dan weer een 77 dubbel kunnen doen. Kunnen we Morata er ook in steken, zo. Inigo Martinez. Muslera. Zalewski erin steken. Avila. En dan kunnen we nu verder met non-rijers. Bergwijn.
velden. Dat ga ik gewoon nog wat rare erin gooien. En die wacht hier maar ook in. Let's go. Dan heb ik nog eens een 77 dubbel. En dat zit in. Team of the Week, precies. Of een icon. Center back. Dat is een Team of the Week, denk ik. Olympic Lyonnais, wie is dat? Clinton, ah ja, Clinton Matta. Dat is een Team of the Week, let's go. Hoeveel gaat hij? Nou, 12k ongeveer. Let's go. Team of the Week gepakt, let's go. Oké, boys and girls. Normaal gezien, ik heb wat tactische aanpassingen gedaan in managers carrière mode. En nu hebben we dus bij FC seizoen hebben we de gebundelde beloning, dus we hebben nog 900 XP nodig. Dus we gaan nu voor de 2 keer 81 plus. We hebben nog 900 XP nodig voor niveau 17 te halen. En waar kunnen we dat halen? Als ik wat doorspeel met manager dingen, hebben we 300, dan hebben we nog 600 XP. En als ik hier dan nog wat doorspeel, dan hebben we nog 400 XP bij. Ja, SP bij. Dus dan hebben we 1000 SP. En dan hebben we 2 keer 81 plus. Dus wij zouden eens heel snel kunnen geraken aan niveau 40. Als ik echt spelerscarrière, managerscarrière en ultimate team doe. 2 keer 81 plus, let's go. En dat zit in. Balkout, let's go. Links, midden, Spaans, Grimaldo. Dat is goed. We krijgen Grimaldo een walkout. Let's go. Het is een walkout. Dus we krijgen Grimaldo. Goed seizoen gedraaid. En nu, het is een walkout. Hopla, we krijgen nog eens een walkout. Het is lang geleden, maar we krijgen nog eens een walkout. Van gisteren geleden. Dan zetten we Grimaldo meteen op de bank. Misschien doen we dan. Of gaan we Grimaldo al direct in het team zetten? Zet Grimaldo gelijk in het team. En dan denk ik Mikel Arteta dan managerscompetitie Bundesliga te geven. Nee, dat helpt ook niet. We moeten nog een Spanjaard hebben in het team. Twee Spanjaarden, denk ik. Dus Kovacic mag eruit. Marcos Llorente. En misschien Koke er nog in zetten. Dus we moeten nog een Bundesliga speler hebben misschien. Nee, nu komt het maar op 31 van 33. Dus nog 31 van 33. Nee, werkt ook niet. Franse speler van de Bundesliga. Een Franse spits van de Bundesliga moet ik hebben.
Moet ik nu deze doen? Wil ik maar 31 van 33. We spelen nog altijd zo en dan... Misschien een centerback van de Bundesliga. Hebben we die? Nee. We misschien een keeper aan de Bundesliga. Ook niet. De rechtsachter aan de Bundesliga. Ook niet. Wauw. We hebben heel weinig in de club. Zo is die in Bundesliga. Ah, wacht hier. Competitie Bundesliga. Nee. Moeten we maar met 32 en met 3 in spelen. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben een 3 managers pakket. Ik hoop dat we alle goede managers pakken. Wauw. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben nog eens in het seizoen. Kunnen claimen. 2 keer 81 plus. Let's go. Oeh. Wat gaan we krijgen? 2 keer 81 plus. Wat gaan we eruit krijgen? Hopelijk een walkout. Let's go. Er zit geen walkout in. Goalkeeper. Radecki. Radecki, let's go. En Immobile, let's go. Oké, boys and girls. Het is 7 uur 's avonds. En nou joh. We gaan eens zien wat er in welk object heeft dat eruit is, joh. Live. Santiago Jiménez. Mexico. 3 assists. Dat is een steekpas. 2 spelers uit de Eredivisie. En 2 Mexicaanse spelers. Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. Let's go. Santiago Jiménez. Lamine Yamal. 84, 85, 86 en 87 squad. Voor Lamine Yamal. Let's go. Zijn er andere SBC's uit? De Team Rubik upgrade. Radetski, heb je er nog in? Zou ik er 1 in doen? Ja. Wie ga ik er op links achter in zetten? Gewoon in. Links midden. Rechts midden, wie ga ik daar neerzetten? Baltimore. Rechts achter. Klingenberg.
Hoeveel zou die Hendrik kosten? Nog één hogere reden speler hebben. .4 1.8. Let's go. Let's go. Die gold is ingeleverd. En nu hebben we het team van de week pakket. Let's go. En daar zit in. Geen walkout. Keeper. Argentijns. Ligue 1. Wie is dat? Van Olympique Marseille. Rulli. Ja, kost meer. Dat kost minder wat ik. Is minder waard dan wat ik erin gestoken heb, dus ja. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben een 3 managers pakket. En daar zit in. Hopla. Oké, boys and girls, het is zaterdag. En we hebben 2 objectjes bij Live voltooid. Matchwinner en op een presenteerblaadje van Santiago Jiménez hebben voltooid. En dan hebben we nog mijlpalen van selectiebasis Eredivisie. En die gaan we ook proberen te completen vandaag. Dus nog eens een 75 plus pakket. Dus we gaan ook proberen de selectiebasis Eredivisie te voltooien. Dus Salah Eddin. En dan hebben we nog Klaasie. Die kunnen allemaal de bank komen. We hebben precies nog iets. We hebben eerste eigenaar meesterschap. We moeten nog 4 potjes spelen. En eerste eigenaar spelers. Ah, wacht. Ik weet wat we hebben. FC seizoen hier. We hebben Sofia Smit, leenspeler. Ah nee, toch niet. Fontas. Speler item. Let's go, Fontas. Fontas, Total Rush, let's go. Zeldzaam gaan de spelers pakket zijn, ze heeft plus en daar zit in. Centerback, Italiaans, Serie A. Wat zit erin? Van Roma, wat is dat? Mancini? Let's go. Dat is anders. Heb je het pakket zijn? Daar is geen plus. Muriel. ×2. Let's go. Wang Chuang. En Bjorn. Let's go. Dan hebben we ook nog 2 preview pakketten. In de eerste preview pakket zit Huru Zeta. Let's go. En in de tweede preview pakket zit Andersson. Let's go. Boys and girls, we zitten nu dus in de stream. Dus
Nee, er is niemand kijken natuurlijk in de stream nu, maar we hebben Hollandse hulp, wauw. Voltooid van Santiago Jiménez. We moeten nog 4 potjes spelen met 2 Mexicanen, dus met Alvarez en Quiñones. En we moeten nog 3 potjes spelen voor 500 SP, wauw. Ik denk altijd XP, maar het is nu SP. En dan krijgen we Sofia Smit en dan gebundelde beloning. Denk dat we dat allemaal wel krijgen. Dan krijgen we twee zeldzame uit het spelerspakket 83 plus. Dus ja, let's go. Ik probeer zoveel mogelijk te spelen vandaag. 2 zeldzame uit het spelerspakket 75 plus en daar zit in. Geen walkout. Rechtsmieden. Braziliaans. Bundesliga. Wie is dat? Van Borussia Dortmund. Dat is Jan Pito. Dat gaan maar 1 zijn zeker. Ah nee, toch niet. 2. 2 takken geleden. Danso en Jan Pito. Let's go. Shoo. Oké, boys en girls. We zitten nog steeds in de stream. En we hebben een 75x3. En daar zit in. Geen walkout. Linksachter, Italiaans, Serie A. Wie is dat? Ah, dat ding, Di Marco. 84 Di Marco. Dat is op dit moment van de game nog wel decent. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben Sofia Smit, Leen. Let's go. Let's go. En dan ben ik nog in de winkel en 75x2 van 25. 25 first owner matches te spelen. Te winnen. Let's go. Ito. En Gedson Fernandes. Let's go. Nu moet ik nog 9 power shots doen, geloof ik. En ik heb een 35k pakket. Of wel een mega pakket. Is zien, hè. Nog 9 power shots en ik heb een mega pakket. En dan kunnen we verder gaan met de geplaatste schoten. Ik hoop dat we nog tegen volgende week de zeldzame speelspakket en de jumbo zeldzame speelspakket hebben. Zo 50k en 100k pakket. En tegen volgende week hebben we sowieso de clublegende 2. Let's go. Tegen zondag zelfs al. Tegen de volgende video, let's go. Volgende EFT video, let's go. Oké, boys and girls. Ik ben nog steeds aan het streamen. En ik heb wat gereed in de stream. Oké, ja. Kan gebeuren. Rode knockout Jiménez is klaar. Wauw. Eindelijk. Dan kan ik die in de spits zetten in plaats van die... dat van die loomperret. ...75x3 of 75x2, ik weet niet. 75x3, let's go. Geen walkout. Center mid. Frans, Premier Super League, Aston Villa, wie is dat? Daar, let's go. En dan kwam die naar de duplicate storage. Wauw, blij dat ik van die objectief af ben. Dan mag dat allemaal. Weg wie had ik hier staan? Dat was Marcus Rente, geloof ik. Hier had ik staan. Havert. En dan wil ik hier nog Jiménez zetten. En dan. Ja. Let's go. Nu gaan we verder met
met andere objectives. Dat zijn de deze, geloof ik. De selectiebasis Eredivisie. Daar moet ik er nog twee van doen. Twee wedstrijden van spelen. Als we nog 4 wedstrijden spelen, nog 14 wedstrijden spelen, hebben we nog 3000 XP. En waar zouden we ons brengen? Sowieso naar de 3x82. Maar we zijn letterlijk niet ver meer verwijderd van level 40, alleen niveau 40. Oké. Oei. Oké, boys en girls. We zijn nog steeds aan het streamen. We zijn nu 1 uur en 42 minuten aan het streamen. En we hebben selectiebasis Eredivisie af. Dus wij krijgen Klaasje en Salah erin. En dan we hebben we nog afrondingsmeesterschap voltooid. Een 35k pakket. En dus we gaan eens zien wat we gaan krijgen uit het mega pakket. Dat we nu gaan openen. Let's go. Hier walkout, linksachter. Wie is dat? Is dat National Wing of wat? Ja, kan niet anders dat dat National Wing is. Let's go. Noni Madueke. Ja, dat is allemaal goed. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben dan 2 keer 33 plus. Dus wat gaan we krijgen? Ik hoop iets goed natuurlijk. Ik hoop iets goed natuurlijk. Dus 2 keer 83 plus, let's go. Geen walkout, centerback. Wie is dat? Ja. Wie de fuck is dat? Akanji. En Koke. Akanji kan de centerback spot. Of is Akanji ook linksback? Dan moet ik hier zien, is Akanji linksback? Nee, Akanji kan niet op linksback. Dus let's go, Akanji. Let's go, Akanji in team. Sui. Oké, we hebben Club Legende 2. Een evolutie gekregen. Dus wie gaan we daarvoor zetten? Ik denk dat we daarvoor Foden gaan gebruiken. Let's go. Foden is nu een clublegende 2 evolutie. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben 200 XP voltooid. Allee, SP gekregen. Door de 2 wekelijkse doelstellingen te doen. We hebben dus 30 wedstrijden op 2 dagen gespeeld. En we hebben dus nog 150 SP van doen.
Voor de zeldzame gouden speelspakket 84 plus, die hebben we dus morgen al. En dan hebben we nog. Ik ga hier gewoon voor de gat niet meer de Tifo gaan. En hoeveel SP hebben we nog nodig? 16.150 SP voor de 3 keer 87 plus. Let's go. Nu gaan we naar de winkel. En eens zien. 82x3. Let's go. En daar zit in. Geen walkout. Rechtsachter. Engels. Premier League. Zou het Walker zijn of is het iemand anders? Het is White. Het is Benjamin White. En dan kan die een White. Die gaat gewoon in de duplicate storage zetten. Want die, ja, die moet in de duplicate storage staan. En ja. Ja. Let's go. Ik weet nu zelfs niet meer welke walkout ik nog gepikt had. Of ik überhaupt. Nee, ik had geen walkout meer gepikt. Heb ik dat nog wat. Ja, ik heb. De twee eerste walkouts op video heb ik gekeken. Waar. Renard en Grimaldo, dacht ik. En dan heb ik Foden gepikt in de week. Dus ja. Ik heb nog geen walkouts gepikt buiten Grimaldo, Foden en Renard. Let's go. Oké, boys en girls, het is 6:15, dus we gaan eens kijken welke SBC's dat eruit zijn. Einde van een tijdperk, Rafael Varane. Ja. En dan, de rest is er niks uitgekomen, denk ik. Het is een bier, let's go. Ben Godfrey. Iets nieuws bij Objectives. Ook niet. We hebben bijna. Nog 17 potjes spelen, we hebben een 50k pack en een 100k pack. We hebben nog 46 potjes te gaan en we hebben clublegende 3. En nog 162 goals. En we hebben doelpuntenmaker. Ja, zoveel. En dan hebben we nog een stadionvariatiepakket. Dus let's go. Oké, boys en girls, het is zondag. En we hebben selectiebasis BWSL. Dubbele cijfers voltooid. Dan hebben we nog een zeldzame gouden speelspakket 84 plus. Let's go. Dus we gaan eens zien wat we gaan krijgen. Eerste 2 keer 75 plus. En dat is het in. Kijk je dit. En James, let's go. En nu de 84 plus pakket. En dat zit in. Geen balkout. Centerback. Zweet. Van de Women's Super League. Arsenal. Hier is dat. Hier heb ik al. Die gaat naar de. Naar de duplicate storage. 1 muntpakket. En dat zit in. Centerback, Hongarije. Dat is dingen. Orban.
aan uw preview pakket en daar zit in Cam, Engels, Premier League, zou daar weer al Madison zijn. Ja, dat is Madison. Voor hoeveel gaat hij? Misschien verkoop je nog wel. En dan nog een zilveren premium pakket. En dat is in. Keeper, Frans, ja. En ik zie wat we zo'n beetje aan rewards gaan krijgen. Wil goud 2. Ik heb goud 1 nog niet kunnen halen. Dit is een 5 zeldzaam goud 2 pakket. 75 plus, een megapakket en 7k munten. Let's go. Oké, boys en girls, het is 5 na 10 ochtends. En het is tijd voor rewards. Let's go. Let's go. Goud 2. Laat je genoeg goud 2 weer al. Oké. Het eerste 5 keer 75 plus. En dat zit in. Geen walkout. Rechts midden. Brand. Bundesliga. Jola, Lucas Vasquez, Kramaric, Julian Arau. Let's go. En een megapakket, let's go. Weer geen walkout. Centermid, Kroat, Premier League, Kovac. Hopla, Team Rick, Sergio Gomez. Let's go, tradable team of the week ook gepakt. Oké, boys en girls, en dit was dus de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nalte Dylan. En ik check jullie vrijdag bij een andere video. Tot nu toe weet ik nog niet welke. Jawel, tot nu toe weet ik wel welke video. Ik ga reageren op de videoclip van Fabio GTA. Dus ik had die videoclip nog niet gezien. Dus we gaan reageren op de videoclip van Fabio GTA op vrijdag. Let's go. Ik zie jullie guys graag terug vrijdag met de reactie op Fabio GTA.